Yo, kijk eens op Mark's Expression. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met de Arkham Below Zero. Ja, in de vorige aflevering zijn we dus bezig geweest om onze Seatruck even te upgraden. Dus we hebben nu een Seatruck Depth Upgrade Mark II. Dus wat ik daarmee wil doen is eventjes wat meer naar de Deep Twisted Bridges te gaan. Want we willen ook nog wat modules hebben voor de Seatruck. Even kijken, niet deze modules. Maar die kun je hier beneden ergens, waar ons ding is. Ik heb geen... Ik heb het ding even neergezet. Daar. Niet pick up. Want ja, we hebben hier natuurlijk nog modules zitten. En ik wil misschien ook alvast beginnen om onze planshoe te maken. Dat is misschien binnenkort ook nog wel mooi. Dus qua weer module, ja, dat hebben we dus allemaal nog niet. En natuurlijk hebben we vorige aflevering ook best wel wat gedaan om onze basis te kunnen uitbreiden. Dus ik heb al best wel wat resources weer, dus dat scheelt ook al enorm. En ik kan nu, als het goed is, ook een aquarium bouwen. En volgens mij nog een grote ruimte, wat ik weet. Dus ik denk dat ik daar eerst wel eens even voor wil gaan, want we hebben natuurlijk ook nog best wel wat eieren, dus... Dat is natuurlijk ook wat handig om te gebruiken. Oh, daar hebben we 2 Pestle Ingots nodig. Oeh, dat is nog wel een beetje veel. Vijf glas. Pff. Nou ja, daar moeten we maar even mee wachten. Ik wil eerst eventjes... naar de Deep Twisted Bridges gaan. Want daar ben ik nog niet echt veel geweest. En daar moeten ook nog best wel wat... fragments zitten. Kunnen we er best wel wat titanium van vinden. Oh ja, deze kan nu 650 meter. Dus dat is een best eind. Dus we moeten even de normale tissue vinden. En dat vanaf daar gaan duiken. Maar dat kan ook betekenen dat we naar meer artifacts kunnen gaan. In principe. Eens even kijken. Volgens mij moet dit wel een beetje meer naar de echte Twisted Bridges gaan. Ja, dit moet het haast wel zijn. Volgens mij is er ook iets als een Seatruck storage module en alles. In principe alles kan wel handig zijn. Oh. Dus mijn doel is om gewoon hier naar beneden de Deep Twisted Bridges in te gaan. En een nog gevaarlijkere diepte. Natuurlijk, hier zitten de Squid Sharks. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. En natuurlijk de resources die we kunnen meenemen. Altijd meenemen. Fabricate module, handig. En nog één. New technology acquired. Dus dat betekent ook dat we nu een fabricate module kunnen maken. Dus die pin ik alvast eventjes. Dat is dan niet heel wat. Want we hebben vorige keer ook best wel wat resources weten te verzamelen, zoals goud en dit en dat. Komt allemaal goed uit. En natuurlijk deze extra diamonds, die komen ook altijd van pas. Maar ja, voornamelijk de resources zijn het belangrijkst.
Fragments, waar are you? Volgens mij is er ook iets als een spike trap in deze biomes. Ja, hier. Precies dit. Daar moet ik natuurlijk ook voor uit gaan kijken. Die hadden we natuurlijk al. Even om me heen te kijken of er niet veel. Ja, daar zit dus een deze spike trap. En weer verder, want ik zag hier nog een fragment. Ik hoop niet dat het alleen maar fabricator modules zijn. Storage module, yes! Ik vraag me soms af hoe al deze fragments hier terechtkomen. Wat is dit? Een fabricator model. Ja, het totaal komt wel altijd goed van pas natuurlijk. Maar we hebben nog best wel wat plastic nodig. Dus in principe moet ik niet klaar. Oh. Oeps. Ja, ik zit echt even te kijken van waar zoek dat frequenties kunnen liggen. Ja, die beesten zijn vrij agressief. Met vrij agressief bedoel ik dat dus. Geen idee waar ik helemaal heen ga, maar. Tel je. New technology acquired. We hebben eigenlijk de twee meest belangrijke stukken hebben we nu. Echt de twee dingen die ik nodig wil wouden, die hebben we. Nou, ik zet titanium altijd handig. Repareren. Zal ik anders misschien nog wat
fragments kunnen halen via de mineral detector. Is dat mogelijk? Er zijn wel fragments in de buurt. Diamonds. Een soort fragments. Drill arm fragments. Ja, die moet ik eigenlijk open laten staan. Ja, zodra we die tegenkomen, is dat alleen maar handig. Oké, nu waar zijn we weer de uitgang vinden? Ah, dat is niet zo moeilijk volgens mij. Ja, wat we in ieder geval nodig gaan hebben is sowieso eerst even de fabricator module. Seek fluid intake. Oké. Dat is vis. Bladderfish. Kom hier. Ik raak ook echt alle soorten vissen tegen. Die ik er tegenkom echt aan. Zo van tok. Nou ja, en natuurlijk, ik hoef ook niet echt zo'n probleem te hebben met het niet kunnen opladen van mijn C-truck, want dat kan ik gewoon in principe. Merendeels omdat ik deze nog kan dokken. Welcome aboard, Captain. Kijk, we hebben nog ergens drie leds. Ik kan er vast vanuit gaan dat ik dat al heb gemaakt. Nou, laten we eerst maar eens even wat titanium ingots maken, denk ik. We hebben er sowieso vier van nodig. Ja, wat ik natuurlijk ook eerst kan doen, is even die large room eerst fixen. Dat is misschien ook wel verstandig. Als we dat aquarium willen, dan zou dat misschien wel heel anders zijn. Deze die kunnen we natuurlijk ook nog eventjes naar... wat is het? Limestone chunks? Nee. Kalena... ja, de Kalena moeten we hebben eigenlijk. Kunnen we ergens wel led vinden. Nee. Kalena, yes. Oké, dan hebben we nog wat glas nodig, wat ik weet, toch? Seek fluid intake immediately. Oh ja, doe maar eens daar. Ja, 5 glas. Dat is ook al best wel wat kwarts in principe, maar dat is gelukkig niet heel moeilijk te maken. Vital signs stabilizing.
Even kijken, heb ik nog ergens quartz? Dat moet haast wel, toch? Nou ja, niet dat het heel moeilijk te vinden is of zo. Alleen even een goede hebben. Hier ergens. Oh, hier. Sowieso wel. Het lijkt alsof hier ergens een cave zit of zo. Ben ik nou zo blind? Het toch? Daarentegen de mineral detector best wel handig. Wat daar? Hoeveel heb je eigenlijk nodig voor één glas? Moet waarschijnlijk wel twee zijn. Ja, dus dan hebben we 10 kwarts nodig. En we hebben er nu 5. Hi, Sea Monkey, ik zag je wel. Nee, Sea Monkey, blijf weg. Je hebt wat vast. Je hebt een stukje titanium vast. Let me give it. Nu hebben we 8, dus nog 2 stukjes. Even kijken. Dat is genoeg. Ah, hier. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Zit of zo.
Wat let, wat lief. Hij gaf me gewoon een stukje led. Oh, hier. Dus nu heb ik er 3. Eigenlijk nog 3 bij vinden. Wat heb jij van ze? Oh, je hebt een stukje kwarts. Oh, mijn karakter die praat ook gewoon. Lijkt me meer alsof ze wat aan mij geven. Dan dat ze... ik snap er helemaal niks van. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Maar volgens mij had ik ook nog iets van de Sea Monkey. Zo'n research ding of zo. Even kijken. The gift of the sea monkey. The sea monkeys have changed their tune. If only I could let them know what I need. The sea monkeys have changed their tune. If only I could let them know what I need. Maybe they could bring me something useful next time. Dat is op zich wel handig. Dat is super handig eigenlijk. Want in plaats van dat ze wat jatten van mij... Geef ze mij gewoon iets. Ah, copper. Thanks. Nou, eens even kijken. 4 led. Zo, 1 led. Ja, in principe heb ik er nog meer nodig. In ieder geval super handig dat die supermonkjes me wel wat geven. Hey. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Hold the sheep book even now. Eigenlijk geen idee.
Oh, hier. 7. Oh. Bedankt. Drie, zes, acht. Oh. Hallo. Seabokjes zijn gewoon geweldig nu. Niet wat ik nodig heb, maar altijd handig. Als we echt nog eentje kunnen vinden, dan is dat één led, dan is het ja. Warning. Got him. 30 seconds of oxygen remaining. Jezus, ik ben een stuk weggegaan van mijn base. Op zich geen probleem. Maar ja, dan moet je altijd weer terug zwemmen. Welcome aboard, Captain. Robin, I have found the location of another artifact. Good. I really hope this one tells us something we need. As do I. Signal location uploaded to PDA. Boomerang, yes. Ja, even heel wat glas maken. Dat is ons eerste doel. Een warm kit. Computerchip. Nou, in principe moeten we daar alle resources wel zo wat voor hebben. Ik pak even mijn builder erbij. En dan moet er even een goed plekje voor de nieuwe gedeelte van onze base. Dat is aardig groot. Ja, dat is misschien ook even een ding. Even wat meer reinforcement fixen. Hebben we dus.
Oké, twee stukjes titanium erbij. Oei, kijk hoe groot. Zo, zetten we dit wel eerst even op. Laten we maar eens even het aquarium fixen. Oh, daar heb ik jullie dit titanium voor. Nu even X pakken. Deze twee. Deze drie. En deze. Dat is het wel alle X. An aquarium just for looks, or your own personal sushi factory. You decide. Nu heb ik alleen nog even één kwart vergeten, natuurlijk van Hatch. Top. Zo, ze zijn al aan het begin regen. En nu denk ik dat we de volgende aflevering maar eens even een jacht moeten gaan. Wat is dat? Naar wat meer lithium. Ja, dat is wel even heel hard nodig, namelijk. Want we hebben nog heel wat. Heel wat plastic ingots nodig en dit en dat. Dus ja, dat is ook nog wel even een ding. Wat ik wel ga doen is eventjes de dingen maken die we nog meer nodig hebben. Wat had ik nog meer nodig voor een computertje? Ja, copper wire. Oké. Nou nog even een warmkit maken, want we hebben die tenminste ook. Ja, dan moeten we binnenkort ook nog even een power shell fixen voor de pawn suit. Maar ja, ik ga in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. We hebben nu in ieder geval wat progressie beter te maken. We hebben nu dus ook een best grote ruimte hier achter zitten. Waar we dus in ieder geval een aquarium hebben en waar we natuurlijk nog veel meer dingen in kunnen gaan bouwen. Dus ja, die eieren die kunnen we vanzelf wel een keer hatchen, denk ik. Dat zien we dan vanzelf wel wanneer dat gebeurt. Dus ja, in ieder geval, ik laat deze aflevering hierbij. Dus please don't forget, subscribe to the channel. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.